Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe compleet hier op mijn kanaal Jurassic Gaming. Op de achtergrond gameplay we van vandaag voor jullie simpelweg een cranked potje met de K7 met natuurlijk de ingebouwde silencer. Ik heb een grip opstaan en ik heb er nog eens Extended Max opstaan. Extended Max natuurlijk, zodat je lekker veel ammo capaciteit hebt en zodat je misschien wel een triple killertje kan krijgen. En grip natuurlijk erop voor als je de lange afstanden wil gaan schieten met een submachine gun, want het kan. Je hebt er wel heel veel kogels voor nodig met elke submachine gun dat er ook maar is in Call of Duty Ghosts, maar... Heel veel submachine hebben echt kapot veel rico op de lange afstand. Dus als jij een enemy wil killen op bijvoorbeeld 30 meter of 20 meter, dan heb je die grip wel nodig. Dus je hebt altijd twee attachments om op je wapen te gaan zetten. En zet er dus ook altijd twee attachments op. Dus bijvoorbeeld de Silence Extended Next erop, of Silence in een Grip, of Rapid Fire als je dat misschien nodig vindt. En ga gewoon er lekker mee lopen, rondrennen. Niet zoals deze fan met zijn mooie Remington met Tracker Trackersight Date. die gewoon bovenaan stond te campen. Maar. Ik ga op deze achtergrond gameplay op 1 22 guns die ik met mijn K7. Helaas was toen het potje afgelopen. Want Crank natuurlijk is een gamemode die heel erg snel voorbij gaat, dus dat is wel jammer dat het potje toen was afgelopen. Maar het is gewoon een lekkere gameplay om naar te kijken op de achtergrond, want waar ik het vandaag heel eventjes snel met jullie over wil gaan hebben, is de map Fright. Want ik speel hier natuurlijk op de map Fright en ik vind persoonlijk Fright één van de chillste mappen in heel Call of Duty Ghost omdat die simpelweg klein is. En heel erg goed ingedeeld. Het enige probleem dat ik heb met deze map... Is dat soms de enemies ondergronds gaan lopen. Want hier zo rechts van mij... Zit natuurlijk een ondergrondse route. Waar ik ook aan het begin van dit game doorheen liep. En dat routetje is soms wel eventjes een tikkeltje irritant natuurlijk. Als ze daar doorheen gaan rennen. Maar voor de rest... Het is gewoon zo'n goed in elkaar gezette map. En waarschijnlijk wel een van de beste mappen in Call of Duty GO. Samen met natuurlijk bijvoorbeeld Prison Break. Samen met uh, Strike Zone. Wat eigenlijk gewoon doom is. En dat komt gewoon omdat hij klein is, en dat komt gewoon omdat elke campspot die er in deze map maar zit op heel veel verschillende manieren kan worden gepakt. Dus als jij bijvoorbeeld in dit huis gaat camperen dat hier links van me zit, kan je via deze ingang, kan je via die ingang, kan je via dat trappetje, kan je via de andere trappetje, kan je er gewoon omhoog klimmen. En je hebt dus zoveel verschillende plekken om gewoon naar een bepaalde campspot toe te gaan lopen. Om dus die camper te gaan lopen killen. Je kan op de container klimmen. Je kan via de container weer op een steigertje klimmen. Je kan via de trap gaan. Je kan via het raampje gaan. Je kan via de andere container gaan. En daarom vind ik dit zo'n chille map. Als jij ziet dat er iemand zit te campen. Wat natuurlijk wel gewoon een beetje het probleem is met Call of Duty Ghosts, Is het enigste wat jij hoeft te doen. Is in vijf verschillende manieren naar die campspot toe te lopen. En die camper te gaan lopen killen. En daardoor vind ik dit zo'n chille map. Daarnaast is dit natuurlijk een chille map. Omdat hij gewoon lekker klein is. Hij heeft niet al te veel verschillende plekjes. Niet al te veel verschillende routes. Dus als jij gewoon een goede score wil halen in deze map. Raad het je aan of om. De ene kant van de map te gaan domineren. Dus aan de ene kant van het spoor. En dat kan natuurlijk ook aan de andere kant van het spoor. Of je moet gewoon echt als een mogol gaan rondrennen. En dan het geluk hebben dat je niet in één keer in je rug wordt gepakt, bijvoorbeeld. En dan is het gewoon zo lekker om deze map te spelen. Je ziet hier, ik zit alweer op een 15 gunst. En het enige wat ik hier doe, is ik ren echt gewoon als een. Fisvlek rond. Ik doe echt gewoon van alles en nog wat. Ik heb soms eventjes wat geluk. Ik heb soms eventjes een teammate die me helpt. En het speelt gewoon zo lekker door deze map. Het is. Een van de kleinste mappen, natuurlijk. En hij ziet er wel een beetje groot uit. Maar je kan echt binnen enkele seconden aan de andere kant van de map zijn. De map Stonehaven is natuurlijk de allergrootste map in Call of Duty Ghosts. En daar duurt het 45 tot 50 seconden om van de ene kant van de map naar de andere kant van de map te gaan. En dat is gewoon te lang voor in een Call of Duty spel. Ook al speel je daar ground voor op, dan is die alsnog te groot. Dat is echt gewoon een Battlefield Close Quarters map, Stonehaven. Dus ja. Daar uh, ga ik niks over vertellen. Want dat is echt gewoon de bagste map ooit. Maar Fright mensen, blijf ene kant van de spoor domineren. Of blijf simpelweg, als je bijvoorbeeld Crank speelt of Domination speelt, echt als een retard rondrennen. Zodat de enemies geen flauw idee hebben waar je bent. Zet ook aan Agility of Marathon, zodat je echt gewoon, als je rond gaat rennen, echt als een mongool kan gaan rondrennen. En bam, heb je gewoon een lekkere score binnen. Met nog eens gewoon een 22 streak in Crank. Helaas was het potje afgelopen, maar is nog eens mijn een eindscore 28 op 4. Dus bedankt voor het kijken mensen. Als je Friday ook gewoon een chille map vindt, laat het dan even weten in de comments. Ik geef deze map een 8. Voor In Call of Duty Ghost. Dus dat is natuurlijk een heel hoog cijfer. Dus bedankt voor het kijken mensen. Vergeet me alsjeblieft niet te liken. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye.